Zij staat voor de klas. Hij ook, maar nu even niet. Samen hebben ze één baan. Het ene jaar zij. Dus hij nu even niet. Prettig geregeld. Zij is geen familie, maar wel kind aan huis. Ook hij is geen familie, maar hij huist er wel. En er huizen nog twee dochters in het buitenland. Prettig geregeld. Nu mag ik, wat zal ik hem noemen, jong talent aankondigen van ja. Jaap van Zweden, 28 jaar en een ster, nou ja, zeker al 10 jaar, ongelooflijk. Hey, dat is mijn muziek. Dat was net zo'n lekker nummer. Ik ben niet allemaal van Jaap van Zweden. Stil eens even door Jaap van Zweden. Hij is nu zo bezig met jonge mensen en dat doet hij met hart en ziel. Jaap van Zweden gaat voor u spelen het rondo uit Paganini's eerste... Zal ik er eens even bellen? Hoezo? Nou, dat is toch een neef van de? Nou, en? Nou, misschien vindt ze het leuk dat hij op de radio is. Hij speelt ze vaak op de radio. Ster. Ja. Maar ik wil ook wel even weten hoe het is afgelopen. Afgelopen? Hij is nog niet eens begonnen. Nee, Trey zou hem opbellen of hij wilde spelen op de verjaardag. Ze is gek. Oh, valt je dat nou pas op? Nee, ze wilde echt iets van maken. He, een feestelijk huisconcert voor vrienden en kennissen. En waar zou ze dat moeten afspelen? Bij haar thuis? We zijn Stradivarius tussen de schuifdeuren van tante. Ze heeft niet eens schuifdeuren. Waar dan? Ze vroegen of het hier kon. Wij hebben de ruimte. Wel ja. Wel ja, heb ik ook gezegd. Waarom niet? En wie moet het allemaal weer regelen? Oh, er is er maar één die daarvoor in aanmerking komt, hè? Jij? Jij kan dat toch zo prettig? Ja. Oh. Mooi, mooi. Joris, nou niet er doorheen zingen. Je weet wat een ekel ik daar aan heb. Je verpest het helemaal. Misschien slager. Als er nog slagersjongens waren, zouden ze dit meefluiten. Dit is kunst. Maar dan hoef je er nog niet zo plechtig bij te doen. We zijn niet op zondagmiddag bij jou thuis. Is hij ze nog zitten luisteren met van die uitgestreken gezichten. Ogen gesloten. Zo van, kijk eens hoe mooi we dit vinden. Dat jij nou uit een nest komt van cultuurbarbaren. Hè, daar heb jij op jouw leeftijd nog die popafwijking aan overgehouden. Ik heb helemaal niks tegen klassieke muziek. Alleen die lui eromheen, dat heeft me altijd een beetje tegengestaan. Maar ja, weet je wat mij tegenstond? Dat ze bij jullie thuis alleen maar gingen zitten giechelen als een of andere violist op de televisie een beetje een raar gezicht trok. Of om een dirigent met wippend haar. Wat geeft dat nou? Ja, en luister hoor maar. Ach, die cultus bij jullie thuis. Oh, mijn vader maakte er net zo goed grapjes over. En weet je dat hij altijd zong? Zwiebel de zwabbel de druiven, Trost, mama en Jantje, die gaan naar het bos. Hey, cello concert, Haydn. Hij doet het. Hij doet het. Ik heb hem gebeld en hij wil komen spelen. Over wie heb je het? Over Jaap van Zweden, de concertmeester van het Koninklijk Concertgebouworkest. En dat is mijn neef. Ga weg. Wat? Had ik jou dat nooit verteld? Hij pest je, Trace. Hè. Ja, natuurlijk, tante, zei die, kom ik spelen. U wordt er maar één keer 75 jaar. Ja. Dat is ook mooi. Dat is Jaap. Ja? Ja, ik hoor het typisch Jaap. Mooi, hè? Prachtig. Zeg, Trace, heb jij nog... Da. Even niet er doorheen praten. Ja, het wordt wel prachtig, hoor. Ik kom helemaal in het lang. En ik hoop dat mijn gasten dat ook leuk vinden om te doen. In ieder geval gekleed. Hè? Moet toch wel een beetje prettig zijn. Daar gaan we weer. Omdat het klassiek is. Omdat ze jarig is. Heb jij nog aan school gedacht, Trace? Ja, je moest maar bellen, zei hij. Hoezo school? Nou ja, omdat ze Jaap van Zweden toch hier is, dacht ik misschien kan u op school langskomen. Nee, voor het muziekproject, weet je wel. Je bent toch maar klaar ook, hè, als je beroemd bent. Als een ongelukkige jeugd gaat, dan krijg je dit ook nog. Ongelukkige jeugd? Ja, dat kan toch niet anders? De hele dag maar oefenen op dat ding. Nooit eens met de jongens buiten spelen. Altijd de strijkstok achter de deur. Ben ik even blij dat je gewoon mens ben? Noem jij dat gewoon? Simone. Was je een wonderkind?
Nee, ik was geen wonderkind. Absoluut niet. Wonderkinderen zijn eigenlijk kinderen die met een jaar of 4 à 5... fenomenaal viool kunnen spelen, of piano, of noem maar op. En eigenlijk haast niets hoeven te werken eraan. En ik heb ontzettend hard moeten studeren eigenlijk, al vanaf mijn 7e jaar. Elke dag 5, 6 uur. Dus wat dat betreft ben ik geen wonderkind. Zeiden ze toen u nog jong was al tegen u dat u voorzichtig moest zijn met uw handen? Ja, dat hebben ze altijd gezegd. Maar ik ben eigenlijk nooit voorzichtig met mijn handen geweest. Omdat, ik wist niet beter dan dat ik ook net zoals jullie allemaal gewoon alles met mijn handen moest doen. En niet alleen viool spelen. Ik heb tot op de dag, niet van vandaag, maar vorige week, elke week gevoetbald. En dat blijf ik ook mijn hele leven lang doen al, hoop ik. Maar is dat dan geen angstig bezit? Ja, maar dat is voor iedereen angstig. Voor jullie ook, voor mij ook. Als jullie handen niet meer hebben, dan kun je ook niets doen. Dus dat geldt voor mij, maar voor jullie ook. Dus we moeten er eigenlijk altijd aan denken? Nee, ik denk er nooit aan. Nee, want dan zou je toch panisch de hele dag rondlopen van mijn handjes. Maar zijn ze wel verzekerd? Ja, ja, dat wel. Voor hoeveel? Voor heel veel geld. Klinkt goed, hè? Hoe bedoelt u? De akoestiek. Zou u dat kunnen doen als ik klaar ben? Hé? Oh, ja, sorry. En hoe gaat het hier? Ah, u bent de pianist. U oefent alvast voor vanavond. Leuk. De meneer is de pianostemmer. Oh ja, natuurlijk. Oh, het klonk al zo mooi. Prachtige piano, hè, Joris? Was zeker een hele toer om hem naar binnen te krijgen. Fluitje van een cent. En hoe staat het met de hapjes? Heel goed. Weet je het zeker? Natuurlijk. Heb je er nog aan gedacht om... Om voor de vegetariërs te bestellen, ja. Oh, fijn. En de wijn? Heb je genoeg wijn? Jij kunt jezelf een slag in de ronde drinken, Therese. En weet je wat ze tegenwoordig ook heel veel drinken? Mineraalwater. Heb ik 24 flessen van besteld. Goed. En dan moet hier nog een briefje op, gereserveerd. Dat komt nog. Want dat echtpaar van Beurden... Is stokdoof. En als ze vooraan zitten, dan zien ze tenminste nog wat. Nog meer? Ja, wees een beetje voorzichtig met Jaap. Dan slaat dat hem op. Op zijn vingers? Ik beloof je, ik zal hem niet opgooien, laten vallen en laten stuiteren. Nou goed? Jij geeft altijd van die harde handen. Ja, dag. Maak je nou nergens zorgen om. Het komt best in orde. En nou wegwezen, want met een gekwebbelde manier niet werken. Je hebt gelijk, ja, je hebt gelijk. Ik ga al. Zeg, je houdt dit toch niet aan vanavond, hè? Oh. Oh ja, ik ben al weg. Bruno? Bent u eigenlijk bijgelovig? Ik bedoel, Johan Cruijff vroeger toen hij voetbalde. Voordat hij het veld kwam, gaf hij altijd eerst een medespeler een tik in zijn maag of zoiets. Heeft u dat ook? Nee, ik geef geen tik, eerlijk gezegd. Nee, maar... Nee, ik heb een doekje waarmee ik speel. Het is een heel goor, vies doekje. Maar dat was ik nooit. En dat is een bijgeloof van me. Als ik dat gewassen, dan gaat het fout. Ik moet het wel even laten zien, hoor, als je het aandurft. Kijk, dus dit doekje. Ja, ik zie het. Oh, ja, dat is heel smerig. Daar maak ik mijn viool mee schoon en dan snuit ik mijn neus in. En, Nee, onzin. Maar het is in ieder geval een doekje wat ik niet was. Ja, dat hou ik altijd lekker zo, want het is bijgelopen. Dat is het enige wat ik verder heb. De volgende vraag. Ja. Yes. Heeft u wel eens iets vreemds meegemaakt tijdens een concert? Ja, je maakt ontzettend veel gekke dingen mee tijdens concerten. Gelukkig, want dat is gewoon humor wat je mee, pure humor wat er gebeurt. We hebben een keer een pianist gehad en die speelde het pianoconcert van Tchaikovsky met ons. En je moet weten dat dat stuk begint met slagen van de pianist, hè, op toetsen. Dat gaat dus van dit werk. Hij begint klein en dan wordt het steeds groter. En het was zo, hij begon met het concert en die handen die gingen steeds verder. Het bleek nou dat die vleugel, die hadden ze niet vastgezet. En die rolde heel langzaam van de podium af. Het was zo'n gek gezicht, jongen. Ze moeten stoppen. Oh.
Els, we gaan het even over. Over liefde. Het is toch geen vies liedje, hè? Want je staat voor een zeer beschaafd publiek. Ze verstaan je toch niet? Dat zeg jij. Straks zit er een koloniaal tussen uit het vreemdelingenlegioen en die vertelt alles verder. Klinkt dit mooi? Prima. Daar krijgt die Jaap van Zweden nog een zware dobber aan. Zeg, je houdt die toch niet aan, hè? Waarom niet? Dit is een hartstikke leuk t-shirt. Dit is een klassiek huisconcert. Trace is in het lang en iedereen komt op chic. Wat doe jij dan aan? Een smoking uit de bruidsboutique. Maar ik ben geen publiek. Ik ben de artiest. Ik treed op. Nou en, heb jij Bernard Haitink wel eens een hartstikke leuk t-shirt zien dirigeren? Nou, oké. Kom ik ook in het lang. Hij komt ook in het lang. Lang, dat zeg je alleen met dames. Ik doe mijn barnoes aan. Jij bedoelt dat... Ja. Nee, daar komt niks van in. We maken er geen PLO-avondje van. Ja, wat moet ik dan? Nou, ook een smoking natuurlijk. Zwart staat mij helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Nou, dan? Een witte natuurlijk. Maar wie betaalt dat? Oh, dat doet Trace wel. Die is toch door de dolle heen. Oh nee, dat haal ik niet meer. Natuurlijk wel, maar wel opschieten, want we moeten ook nog samen de stoel van Trace installeren, hè? Je regelt het allemaal weer prettig, hè? Vind je ook niet? Salam alaikum. Alaikum salam. Ja. Ja, Tamara. Gebeuren er wel eens ongelukken bij concerten? Nou, ik heb één keer iets vervelends meegemaakt. Dat was gelukkig niet bij een concert, maar bij een repetitie. We hadden een zogenaamde hele virtuose dirigent gekregen. En dat is dan een man die had bijvoorbeeld de meeste dirigenten hebben een klein stokje. Maar deze man die had dus echt bijna een wandelstok met een gigantische punt eraan. En ja, waar wij allemaal bang voor waren, dat gebeurde dus inderdaad bij het repeteren. Ineens was hij zo in het slaan. Ineens, hij wilde dus een groep aangeven, de tweede violen. Dus hier links zitten de eerste violen en dan iets daarvan. Daarnaast zitten de tweede violen, groep. En dan wil die aanvoerder, zeg maar, aangeven van jullie zijn aan de beurt. En bam, zo in zijn oog. Oh. Nou, dat was heel erg, ja. Dat ding dat bleef zo. Zo. Oh, yeah. Dus dat was echt ziekenhuiswerk. En nou, die jongen heeft verder geen glazen oog of zo aan overgehouden. Maar het was toch wel heel pijnlijk. En hij kon echt 3 weken niet spelen. Dus. Therese? Hallo. Van harte gefeliciteerd, Therese, en nog vele jaren. Dank je wel. Dank je. Mag ik jou een intieme vraag stellen? Nou, dat hangt er vanaf. Ben jij eigenlijk wel 75? Maar dat vraag je toch niet aan een dame? Ja, in dit geval wel, hoor. Volgens mij staat hier de enige vrouw die zich ouder voordoet dan ze is. Oh, wel bedankt voor het compliment. Jij ook altijd. Waarom zou ze zeggen dat ze 75 jaar is? Oh. Anders had ze Jaap van Zweden nooit zo gek gekregen, denk ik. Dat is heel mooi. En hier komt hij, een muzikaal onbespoten natuurproduct, rechtstreeks overgewogen uit Marokko. Stop, even pauzeren. Wacht nog even. Met die luid. Ja, oké. Fantastisch. Daar kan menig showmaas er een puntje aan zuigen hoe jij die trap afkomt. Alsof je nooit anders gedaan hebt. Neem je mij in de mag in? Helemaal niet. Moet jij maar eens even kijken. Je ziet er geweldig uit. Gaat wel. Hier moet je aanzichten van maken voor je fans. 2 afdrukken is genoeg, hè? Nou, vanavond niet meer. Jij gaat het helemaal maken, vriend. En 2 aanzichten, daar kun je niet mee aankomen in de verf en bedshow. Hier. Zijn de hapjes er al? Ja hoor. En Jaap? Nee, nog niet, maar zijn pianist wel. Wat is hij laat? Ja, maar hij moest tussendoor nog les geven. Oh. Voorzichtig, voorzichtig. Die jongen heeft natuurlijk een heel druk leven. Laatst hoorde ik hem nog op Hilversum 4 bij een uitzending van Caroline Kaart. Ja, ja, maar dat is een grammofoonplaat. Ja, maar toch. Vindt trouwens een enige knul. Ja, het is een groot kunstenaar. Hm. Luister je wel eens naar Caroline? Mm-hmm. Prachtige muziek, ze is zo heerlijk enthousiast. Zij vindt Jaap ook een enige vent. Ja. Zeg, wat een enig idee, Therese, zo stijlvol. Kan ik eindelijk weer eens mijn lange japon dragen? Ja, mijn gewoon concept, loop je er tegenwoordig voor gek mee. Oh, u bent er al. Hallo, dag. Joris Huisman. Ja, van Zweden, hallo. Ben ik laat? Nee. Nee? Doe rustig aan. Oh, als je hier de trap op gaat, is boven de kamer rechts en dan kun je verkleden. Verkleden? Moet je verkleden? Ik dacht dat ik zo kon spelen voor tante. Oh,
Nou, er is een misverstand, maar niks aan de hand. En dan speel je gewoon zo. En al dat plechtig gedoe, dat hoeft ook eigenlijk niet. En ik wil het wel iets hebben. Ik bedoel, de gasten op chic en de artistieke, zou ik maar zeggen. Ja, maar als tante nou op geregeld heeft dat ik zo in smoking kom, ja, is er niks aan te doen. Die smoking hebben gehuurd en die zaak is dicht. Maar wacht, ik heb een idee. Als jij vast naar boven gaat, dan kom ik zo dadelijk. Ik kom helemaal in orde. Goed. Okay. Tot zo, ja? Ja. Hé, houd dus mee op. Er is iets vreselijks. Jaap van Zweden komt niet. Jawel, hij is net binnen. Ja, maar anders kon ik de avond redden. Dat kun je nog. Hoezo? Jaap heeft er niet op gerekend dat wij allemaal op chic zijn. En wat nou? Hij vraagt of hij jouw smoking mag lenen. Ja, natuurlijk. Als ik klaar ben, trek ik het meteen uit. Natuurlijk niet. Je kunt een wereldberoemde violist toch niet jouw warme, klamme pak laten aantrekken? Wat wil je dan? Dat je het nu uittrekt. En wat moet ik dan? Nou, je hebt nog iets leuks hangen. Nou, is het helemaal mooi. Ik moet passeer voor jou zo in smoking aantrekken. En heb ik gelijk gehad of niet? Hoezo? Als wij dit niet voor jou hadden gehuurd, hadden we nu geen smoking voor jou gehad. Misschien past hij helemaal niet. Nou, dat proberen we dan wel. Hey, klop, trek uit. Ja. Hey, rustig. Ja, oké. Dames en heren, we gaan beginnen. Wilt u allemaal gaan zitten? Ja, wilt u ook gaan zitten? Zo. Nou, Therese, we hadden jou hier gedacht. Wat? In deze stoel? Jazeker. Wat is dat voor een stoel? Nou, ga nou maar lekker makkelijk zitten en geniet. Nou. Zo. Ja? Ja. Dames en heren, hartelijk welkom op dit huisconcert ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Therese. Zeg maar Therese, hoor. Nee hoor, als iemand zo gekleed is, heet ze Therese. Goed, u weet allemaal dat het hoofdprogramma van deze avond zal bestaan uit een optreden van de beroemde neef van Therese, Jaap van Zweden. Hè? Maar zover is het nog niet. Eerst hebben wij een verrassend voorafje. Daar kijk jij van op, hè, Therese? Zeg maar Therese. Goed, onze huisgenoot Hassan bespeelt op deze speciale avond voor u een niet alledaags instrument. Ik vraag een luid applaus. En waarom het luid moet zijn, dat ziet u zo wel. Hassan! Een luid applaus, want Hassan, dit is een... Barnoes. Nee, ik bedoel je instrument. Een oud. Oh, een luid dus. Nou, wat ga je voor ons zingen? Een liedje. Over de lente. Oh, is altijd goed. Ja. ربيع ربيع يا سيدي قالوا لي في الحساب سنة ربيع 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 يا سيدي قالوا لي في الحساب سنة لكن هذا حساب عادي عند اللي عاشها فانا عند اللي عاشها فانا ربيع ربيع. Oh, is dat mooi, hè? Ja, een beetje wit jasje, een beetje wie is dat Kleiderman jasje, vind je? Ja, is dat je heel goed. Ja, maar moeilijk spelen, maar moet je kijken. Oh, wacht, kan niet. Dit is heel modern. Ah. Oh ja. Oh, wacht, ik moet even weg, maar je krijgt een seintje. Oké, goed. Bedankt. Dank je wel, Hassan. Graag gedaan, Therese. Therese, jij hebt vanavond al heel wat fraaie cadeaus gekregen. En jouw kennende zul je ongetwijfeld afgevraagd hebben, waar blijft dat van Joris, Hassan en Hanna? Nee. Nou, we willen je niet langer in spanning houden en nu beginnen met de overhandiging voordat het grote cadeau komt, want daarbij vergeleken valt alles in het niet. Hè? Joris, ga je gang. Lieve Therese, iemand die 75 wordt, die kun je beter niet te lang toespreken, daarom ik zal het kort houden. De keren dat Hanna en ik jou thuis naar de televisie zagen kijken, hebben wij steeds tegen elkaar gezegd, als dat maar goed afloopt. Straks zak ze met haar edele delen nog door dat krakkemikkige zitmeubel met alle mogelijke gevolgen van dien. En dat willen wij natuurlijk niet op ons geweten hebben. Ik besef dat ik het eigenlijk al verraden heb, maar het is niet erg. Je hebt je cadeau namelijk al, je zit erop. Deze stoel? Oh, daar. Dankjewel. Blijf rustig zitten. Goed, dan volgt nu het moment van deze avond. Therese's grootste wens gaat in vervulling. En het mooie van dit cadeau is dat we er allemaal van mee mogen genieten.
Als een neef iets doet voor zijn oudere tante, dan wekt dat meestal bijgedachten, hè? Maar niet in dit geval, want Thérèse heeft altijd gezegd dat er bij haar niets te erven valt. Hij heeft een muzikale gevoel al geërfd. Ja. Nou, hoe dan ook, hier is Jaap van Zweden en zijn begeleider Aldert Vermeulen. Dankjewel, Jaap. Tante, voor deze speciale gelegenheid gaan Aldert en ik voor u spelen een stukje dat heet Amamère. Maar in dit geval misschien meer voor mijn tante. Moeilijk. Kunnen we hier wat aan doen, denk je? Ja, dat zullen de kinderen van de achterburen zijn. We kennen de ouders, dus dat lukt wel. Oh, nee, maar Harm en Ellie zijn dit weekend weg. Geen punten voor het prettig geregeld. Ik zou zeggen, maakt u intussen gezellig een babbeltje met elkaar? Ik ben zo terug. Oh, oké. Sorry. Oh, nou. Hey, Irene, wat is dit? Feestje! Ja, dat zie ik. Theo is geslaagd. Hè? Kan die muziek wat zachter? Lekkere muziek, hè? Wat zachter. Oh, René, muziek zachter. Hé, wat ziet u er netjes uit? Wij hebben ook een feestje. Oh, wat leuk voor u. Ja, maar we hebben wel last van jullie muziek. Heeft u dan geen muziek? Klassiek, en dan wordt het een vreemde soundmix show. Klassiek? Een huisconcert. Jaap van Zweden speelt. Ja, van Zweden, is dat die kleine met die viool? Ja, en hij komt hier niet bovenuit. Pech gehad. Zeg, vrienden. Hé, maar wat moeten we nou? Nou, jullie moeten een uurtje stoppen. En we zijn net begonnen. Ja, wat moeten we al die tijd doen dan? Had je van tevoren moeten waarschuwen? Ja, we wisten het niet. Het is onverwacht. Theo dacht dat hij zou zakken. Wat nou? Maar door dat Mag ik me even voorstellen? Velema. Aangenaam. Ja, maar dit is de duurste handdruk die ik ooit gekregen heb. Ik mag wel zeggen een gouden handdruk. Met een groot bewonderaar van u. Ik heb al uw platen en cd's thuis. Op cassettes dan, hè? Ik heb alleen cassettes. Zeker van illegaal gekopieerde cassettes, zeker. Ik zou toch eens aan Van Zweden vragen of iets verschil deed tussen een viool en een cello. Je doet het niet, hoor. Weet jij het? Een cello brandt langer. Meneer Van Zweden, mag ik u een onbescheiden vraag stellen? Wat kost zo'n viool nou nog? Dames en heren, zo te horen is het mijn man gelukt de popmuziek het zwijgen op te leggen. Dus als u allemaal weer gaat zitten, dan vraag ik nu weer uw aandacht voor Jaap van Zweden. Goedenavond. Sorry, maar zij had ook een feestje. En dat hebben ze nu voor ons een uurtje stopgezet. En toen ik vertelde dat Jaap van Zweden hier speelde, waren ze niet meer te houden. Trace, ik hoop niet dat je me kwalijk neemt. Maar dit is natuurlijk een unieke gelegenheid om deze verpopte jongelui op een ongedwongen wijze in contact te brengen met klassieke muziek. En dat jij dat jouw leeftijd 25 jaar nog maar bewerkstelligen, is dus iets om dankbaar te zijn. Ga rustig zitten. Jaap, ik zou zeggen, ga je gang.
Hassan en ik ruimen morgen wel op. Het is mooi geweest. Het was een prachtfeest, Rees. Ja, het is omgevlogen. Ja, zo gaat dat. En weet je, ik heb nog helemaal niet het gevoel dat ik klaar ben met vieren. Hoe bedoel je? Zullen we er nog eentje nemen? Oh nee hoor, ik denk er niet aan. Nee, je moet op het hoogtepunt stoppen. Nou ja, wie zegt jou dat dit het hoogtepunt is? Nou, voor mij is het wel. Ik ben zat, ik ga naar bed. Wat ongezellig. Over ongezellig gesproken. Hier. Ja, laten we dan nog even met z'n allen naar mijn huis gaan. Oh nee, dan wordt het pas echt laat. Ja, ga jij nog even met mij mee naar huis? Tuurlijk, tante. Ja? Ja. Hassan, ik zie je. Dag, Jaap. Dag, Jaap. Ik vond het leuk om je te ontmoeten. Ja. Wel thuis. Ja, ja, trots op de neef en tante. Okay. Dank je. Ik zal ermee doorgaan. Ja? Dat merk. Hé, Trace, je vergeet je cadeau. Nou, laat hem voorlopig bij even staan. Hoezo? Er is toch geen televisie? De nachtfilm? Je denkt toch niet dat ik op mijn leeftijd nu nog voor de televisie ga? Oh. Dan breng ik hem morgenochtend even. Nou, nee, laat hem nou maar voorlopig staan tot ik mijn oudje kwijt ben. Ja, maar die zet ik dan bij het grof vuil. Nee, nee, nee. Misschien heb ik daar toch nog wel een plekje voor. Nou, moe. Ja? Ja. Heb je je viool? We gaan. Dag, jongens. Dag. Zo, de hoogste tijd, meneer de... Hoe heet iemand die luid speelt? Luitenant. Ingerukt Mas, luid. Als jij nu nog niet ontdekt bent, hè, dan word jij nooit. Dankjewel, Joris. Wel trusten. Wel trusten. Oh. 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 Wat is er? Ik stik. Zeg je wat? Wat zei je? Ik stik. Ja, omdat je met je hoofd onder het dekbed lag. Ja, tegen de herrie, anders ga ik niet slapen. Dan moet je ook dopjes in je oren doen. Dan kan ik niet slapen van de dopjes in mijn oren. Oh. We zijn nou weer stil. Huh? Rustig wel. Ja, ja. Ah! Wat krijgen we nou? Oh, daar gaan ze weer. Ik word gek van het gebonk. Op muziek, liever. Het hele auto zo van. Ja, nou, daar gaan we weer. Oh, is toch niet normaal? Ja, wat moet ik anders? Nou, naar ze toe gaan, zeggen dat het welletjes is. Ja, ze zijn al een keer van ons opgehouden. Ja, zeg toch nou. Wie is tegen ene? Nou, als ze nou niet willen. Nou, natuurlijk willen ze wel. Hè? Als één met ze kan opschieten, ben jij het wel. Je hoeft je gezicht maar te laten zien. Kom. Ja, nou, zo is hij wel weer goed, hoor. Daar ga ik wel. Neem ze niet allemaal mee hier naartoe. Wat leuk dat u nog even komt. Hou op hierheen, dat kun je niet maken. Het is nou belletjes. Er woont iemand van 75 in de buurt, weet je wel. Leuk dat je nog even komt. Wordt het toch nog gezellig. Zeg, ben jij niet goed geworden? Nee, 75. En dat hoor je maar één keer. Hè? Lekker nummer, hè, jongens.